Pilar Winton. Winton is geboren op 24 april 2003. En hij is een zoon van Jazz, de referente Jazz. Aan moeders zijde Matador 2, Rubinstein en Weltas. Gevat en geregistreerd op naam van J.M. Jansen in Joppe. Mede-eigenaar is Nico Witte in Schijndel. Madeleine Witte presenteert Winton. December 2009, we zijn op de hengstencompetitie in Hengelo. Thank you.
In het ZZ-picht Winton, de zoon van Jess, maal Matador, Zwaaier, Rubinstein, Weltas, met Amazone, Madeleine, Witte. We kunnen u nog geen punten geven van PFC Velasquez. Ik heb hier nog geen resultaat binnengekregen. Dus daar wachten we even op. We zullen ook nog even moeten wachten op de uitslag van Winton. Pas daarna kunnen we over naar de prijsuitreiking. Er is geen prijs in de klasse ZZ-picht. Belangrijk voor fokkers om de hengsten in de sport te zien presteren. En ook altijd interessant om de toelichting van de jury te vernemen. In dit geval weer verwoord door Marianne Dorrestein. We hebben gekeken naar de Winton, eveneens in de klasse ZZ-licht. Winton begon de proef gelijk goed met een hele mooi uitgevoerde achterwaarts. Waar hij goed vierkant stond en heel zuiver naar achteren toe ging. Winton die een hele goede, actieve stap laat zien met veel buiging in de gewrichten, mooie activiteit en een mooie ontspanning in zijn lichaam. De keertwending, de eerste keertwending kon iets meer zijn ritme houden en de tweede keertwending stapte hij iets naar buiten uit weg. De draf, daarin laat Winton zeer veel tact zien, zeer lichtvoetig gaat hij door de baan. Ook heel gedragen, met name ook in de zijgangen, waarin hij heel goed zijn tak vasthoudt en zich heel mooi van de grond afdrukt. Ook de verruiming werd correct uitgevoerd met een goed vertrekkend achterbeen en dat is eigenlijk aan het eind van de diagonaal ook weer goed terug opving. De galopappiementen waren zeer correct uitgevoerd. De galopverruiming, daarbij zou je misschien nog iets meer bodem kunnen pakken. De wissels. We hadden even een storing met de wissel naar rechts. Die is wel heel goed hersteld op de korte zijde. Daar sprong hij heel mooi door. De kwart pirouettes. Daarin laat Winton wel de goede manier zien. Maar hij zou toch nog een klein beetje meer gezet kunnen zijn. En nog wat kleiner kunnen blijven in de kwart pirouettes. Maar al in al vonden wij Winton een zeer goede verrichting. Met een paard met zeer kwaliteitsvolle bewegingen. We hebben gegeven voor de stap een 8, maakt 16. De draf een 8,5, maakt 17. De galop een 8, maakt 16. De zuiverheid van de gangen en het gereden zijn in het algemeen een 8,5. En de harmonie tussen ruiter en paard een 8. Ik dank u wel. De heer Van der Bol in ons midden om zo dadelijk naar het scherm mee de prijzen uit te rekken. Weer een overwinning erbij voor Winton. Winton van de jaren 2003-171 groot. Zoon van Jess, maal Matador. Met Madeleine Winton op de eerste plaats. 153,5 punt, 76,35. Prachtig percentage voor Winton. De heer Van der Bol, gefeliciteerd namens CRB. Marianne Dorrestein, dames en heren, lid van de jury, samen met Clara Dekker en Tom de Kok. Ook wel deur van Marianne Dorrestein aan het adres van Madeleine Witt. Dan gaan we Winton nog een keer bewonderen op de ereronde. Muziek van de Wilma Koopmans. De applaus komt van u. Winton, Madeleine Witte. Winnen de combinatie in het ZZ-licht. In de GMB Hengsten Competitie.